Leuk dat je kijkt naar een nieuwe boekvlog. En in deze vlog gaan we eigenlijk een heleboel leuke dingen doen. Ik denk dat we, nou, vandaag gaan we schrijven. Vrijdag een meeting met vormgevers. En er komt waarschijnlijk nog meer aan wat we nu nog niet helemaal weten. Nee. Misschien dat het kapper er niet in gaat. Geen idee. Het ligt er aan hoe lang deze vlog wordt. Maar we hebben ook vandaag even een facial. Onze wenkbrauw moet ook even gedaan worden voor de shoot. Hè? Yep. En we gaan schrijven vandaag en we gaan de locatie bekijken voor de shoot. Ja, spannend. Dus we hebben er zin in vandaag. Ja. Sowieso zin in deze week, ook in vrijdag. Ja, wat gaan we vrijdag ook weer doen dan? Vormgeven, illustratie, verspreking. Oh ja, we gaan naar Utrecht. We zitten lekker te werken bij Britten. Dat is een van onze favoriete cafeetjes in Groningen. En ik ben alle aanpassingen en correcties die degene die de teksten voor ons doorneemt en corrigeert, allemaal aan het doornemen en doorvoeren. Ik had niet verwacht dat dit zoveel werk was. Holy shit. Werk met benefits. We zijn lekker aan het eten en een smoothie erbij. Proosting. Oh, wat een lekker zonnetje. Vloginceptie. Tien is aan het vlog voor de weekvlog. Ik voor de boekvlog. We gaan even een shoot locatie bekijken. Kijken of dat wat is, of we er wat mee kunnen. En eventjes sowieso de foto's doorspreken. Yes, tijd is voor iets heel fijns. Wij gaan voor een facial. En we gaan naar Boudoir in Groningen. Dat is een nieuwe city spa. We zijn er en wauw, wat een mooie zaak dit. Groningers, echt even gaan kijken. Het is Boudoir. En moet je kijken. Ze hebben hier een pedicurebar. Super gaaf. Moet je kijken hoe mooi. Helemaal met een trapje en zo. Hier kun je je nagels laten doen. Daar is de beautyafdeling en de kapper. Allemaal mooie producten. Moet je kijken. Ziet er echt tof uit. Heerlijk. Echt een hele mooie zaak. En voor iedereen die het wil weten, City Spa Boudoir zit dus tussen de Gelking en de Oosterstraat in Groningen. En ik heb hier even een prijslijst, want ik weet zeker dat jullie dat waarschijnlijk gaan vragen. Dus voor de Groningers onder ons, hier heb je even een lijstje. We zitten met onze afspraak, met ons creatieve team zullen we ze even noemen. Kijk, daar hebben we team. Daar hebben we Hanneke. Hanneke is vormgeefster. En dit is Sylvana. En Sylvana gaat illustraties maken. Maar het is natuurlijk weer op zijn wil en tien gegaan. Want we moesten wat dingen voorbereiden. En uiteindelijk dachten we, shit, we zijn vergeten die boeken mee te nemen. Voor we hadden heel leuk allemaal boeken opgezocht die we leuk vinden. Voor de vormgeving liggen ze thuis. Dus wat hebben we net gedaan? We hebben net in een boekhandel, zeg maar, de boekhandel even snel wat foto's gemaakt van boeken. En denken, dit is ongeveer hoe we het willen. Nou goed. Kijk, Sylvana heeft al heel leuk wat illustraties daar als opzet en de kleurtjes en de titel is allemaal nog in concept, maar hier is ze al helemaal druk bezig geweest en Hanneke en Sylvana zijn nu bezig met iets samen uitzoeken. Het is echt zo leuk dit! Ah. Kijk, het van het team! Ja, het is gewoon te luisteren. Ja, precies. Dus dat ook altijd dat je hier dan misschien iets met de titel doet en je wil en daar dan iets klinkt eruit, maar dan ook iets in een lijf. Oh, wat leuk. Sil maakt eventjes, ik noem je Sil hoor. Mag. Doe maar, vind ik alleen maar leuk. Maakt eventjes een opzet voor de WhatsApp chat gesprekjes in ons boek. Oh, echt zo leuk. Nou, jeetje wat. Ik moet even laten zien. Zo. Ik denk jou naar jou toe, zeg maar. Ja. 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 Dit is echt even een 5 seconden schets. Kun je nagaan hoe leuk het is. Jeetje. Ah. Kijk jongens, hier zien jullie een heel klein beetje sneak peek van de cover alvast en het kleurenpalet. Ah. Zo leuk, hè? Ja, het is echt heel leuk. Ja, dit is wel echt een van de leukere. Misschien vind ik dit wel leuker dan schrijven. Ja, het is echt wel een leuk proces. Hanneke en Sylvana, we hebben echt zoveel leven nu gebracht in hoe het eruit gaat. Ja, en dan wordt het platte tekst dan ineens een stuk leuker, zeg maar. Ik denk. Fabienne. Ik hoop dat ik je kan horen en zo niet, dan ga je weer van de luidspreker af, maar dan weet je dat. Ja, oké. Okay. Nee, want ik stap buiten.
Oh ja. Misschien was het wel mee. Ja. Maar ik dacht even een paar dingen voordat ik zeg maar het steeds aanpas en dan toch op het laatste besluit neemt het anders en dan nog een keer anders door. Oh ja. Want er staan heel veel Engelse woorden in, hè? Ja. Als het logisch is. Ja. Dus daar zit ik aan. En normaal doe je zeg maar, als het echt een andere taal is, doe je het cursief. Ja. En dat, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel woorden zoals pimpen, basics, ja, wat redelijk ingeburgerd is. Oh ja. Al. Dus ja, dat wordt bijna de hele tekst cursief, dus dat lijkt me. Oh ja. Ja. Maar dingen als my middle name of oh my god, zeg maar meer echt uitdrukkingen. Die zou ik wel cursief doen. Ja, eens denk ik, hè, Tien? Ja, denk het ook. En wat je zegt, hè, zolang niet de hele tekst cursief wordt, maar dat het een soort van spreektaal is, zijn volgens mij wordt er wel een beetje duidelijk uit welke dingen goed cursief zouden kunnen zijn. Hè? Wij gaan goed. Hi. Wij gaan lekker. En we doen het allemaal. Ja, en we doen het allemaal. We lopen gewoon een uur voor op onze planning. Kijk, zo zie ik het graag. Het is grappig hoe het schrijven van het boek eerst nog ons heel veel energie gaf en heel veel lol opleverde. En nu het bijna af is en de laatste loodjes er zijn, beginnen we echt steeds meer er tegen op te zien. Gewoon meer omdat we denken, we willen door, het moet uitgegeven worden. We willen met de vooropgeving bezig en de marketing en dat soort dingen. En nu komen de laatste saaie puntjes van het boek. En dat moeten we echt ons even toezetten. Dus we willen vanmiddag het eerste deel helemaal naar de vormgroep weggegeven hebben gestuurd. Zodat die ermee aan de slag kan. Dan moeten we nog een paar laatste dingetjes en dan kunnen we ervoor gaan. We zijn de tekst aan het nalopen. En onze tekstredacteur, de redacteur heeft echt topwerk gedaan. Maar we hebben ergens een woordje ingesport wat wel nog zonder streepje stond. Maar waar stond dat in die 70.000 woorden? Als je het over zoeken naar de speld in Hooiberg, dan is dit wel echt een goed voorbeeld. Ik ben echt zo klaar mee, eerlijk gezegd. Het was echt een bevalling. Nou, dit schrijven is echt heel leuk, maar nu het zeg maar weet je, het punt is, het moet nu geperfectioneerd worden omdat het naar de drukker moet. En wij stellen natuurlijk echt al van die mega hoge eisen en het moet goed in elkaar zitten. Dus nu lopen we het hele eerste trimester na te kijken, maar we dachten dat we dat eigenlijk helemaal goed af hadden. En dan blijkt er nog weer 10.000 dingen te zijn. En vervolgens zijn we weer helemaal om te gooien. Maar dit heb ik eerder gehoord, op het moment dat het dan bijna klaar is, dan gooi je weer je halve boek om. Dus dat is echt... Weet je, ik voel me echt alsof ik 40 weken zwanger ben. Mentaal gezien. Ja, mentaal met dit gezien. Boek. Ik zit vol inderdaad. Ja, I'm full. I wanna bevallen gewoon in mijn hoofd. Ik wil er vanaf zijn, zeg maar dat. Nee. Kom maar uit. Ja. Laat zien wie je bent en hoe je eruit gaat zien. Tijd voor iets leuks, jongens. Wij gaan buiken passen. Tien heeft deze besteld op internet. Oh god, ik ben benieuwd. Even kijken. Oh god. Misschien is het helemaal niks. Santa Big Belly Inflatable. Kijk of dit is wat is het mogelijk. Oh daar. Nee, wat lelijk. Ik zou nog het steviger opladen. Nou ja. Gaat niet steviger dan dit. Het moet strak, hè? Strak, strak. In je training. Strak, pak. Hij is veel te groot, man. Veel te hoog. Moet je wat minder opladen. Ja, ik denk het dus wel. Kijk, dit moet dus... Nou, we hebben een enorme dikke pens met foto's. Ja, je hebt nu een crop top aan. Ja, wie doet er nou een ding onder een crop top? Kijk, het buikje is alleen veel te hoog. Zie je dat? Wat is te hoog? Zo, hè? Waarom heb ik dan een enorme pens? Ja, ik heb hem helemaal zacht. Moet je me voelen. Je hebt hem helemaal hard opgeblazen. Ik heb hem er helemaal in gedrukt. Oh. Kijk, ik heb hem echt maar half opgeblazen. Oh, dus ik moet hem nog half opblazen. Want ik ben nu net Jer! Ik moet je wat vertellen. I'm pregnant again. Hey, wat vind je daarvan? Zie, ik moet je wat vertellen. Je krijgt nog een buurkindje erbij. Nee. Ja, niet? Kijk, ik heb een baby. Je zit gewoon iets onder. Oh. Kan ik zo zien? Moet je kijken? Dat is toch hilarisch, of niet dan? Hallo, hallo. Het is vandaag zaterdag 14 juli en we zijn eindelijk weer bij Sue. Ik ben volgens mij nog nooit zo lang niet naar de kapper geweest. Gewoon. Mist jullie gewoon. Ja, bij jou ook. We zijn volgens mij laatst ergens in januari of februari geweest. Dat is voor ons dan echt veel te lang. Nee, maar ja, het kon niet anders. En we gaan ons haar doen, hè? Voor de... Oh, god. Ja, ons haar voor de koffieshoot, hè, is het eigenlijk. Ja, want Sue, dat dus jij moet ons optoveren tot de mooiste blondie en brownie besties. Maar jullie zijn dat gewoon. Ja, we zijn al blondie en brownie. Dus ja, we gaan even kijken hoe het met jouw haar is en met de mijne. Nou, ik ben benieuwd. Ik was blij met mijn uitgroeikleurtje wat je gedaan hebt, want het valt me nog mee hoe goed je het ziet. Je ziet het niet. Nee.
Nee, maar dat was de bedoeling. Zeg top. Ja. Ja. Dat was de bedoeling, die uitgroei hoor. Nee, maar juist omdat er wat tijd overheen ging. Ja. Wilde ik jouw haar zo onderhoudsvriendelijk mogelijk maken. Die... Ja, haar is lang, Wil. Jeetje. Ja, echt. Mag wel een stukje af, hoor. Nee, joh. Niet eraf, joh. Nee. Wat ik zie is zeg maar dat dit beugeltje... Ja, precies. Ja. Nee. Vorige keer hebben we volgens mij echt zo'n... Ja, maar nu is dat zo lang geleden. Nee, dat is echt lang. Dat rijntje, dat is... Ja, dat heeft... Wat ik altijd zo mega fijn vind aan Sue, en daar heb ik een artikel over geschreven, hè? Dan moest jij nog zo om lachen, dat ik zei, jij behandelt echt het haar alsof je gewoon een manen van een eenhoorn hebt. Dat is echt, dat meen ik echt. Maar ik vind het zo heerlijk aan Sue, want ik ben nu dus echt heel lang niet geweest, en dat zei Willemijn net ook. Maar dat die uitgroei dus in zo'n natuurlijke tint geverfd is, en de rest ook. Ik vind mijn kleur bijvoorbeeld ook echt niet lelijk ofzo. Terwijl voorheen bij andere kappers kon ik wel eens hebben dat ik dacht na een week of acht van, ik moet echt weer, want mijn kleur is zo vervaagd en dat... is gewoon niet meer mooi, maar dit blijft zo lang mooi. Er zijn wel eens klanten die Sue heeft en dan dat kijk ik dan terug en dan zegt ze erbij is een jaar geleden en dan geloof ik dat soms gewoon niet. Ik denk ja dat is echt niet een jaar geleden, maar soms heeft ze gewoon van die cliënten die gewoon maar eens in het jaar komen. Nou dan denk ik echt van ja, daarom zijn we gewoon zo gek op Sue. Ja, ik heb natuurlijk wel in de afgelopen maanden best wel haaruitval gehad door die zwangerschapshormonen die eruit gingen. Dus ik had echt soms een hele staart in mijn haar. Ik schrok me echt dood. Maar ik moet zeggen dat het is nu gewoon opgehouden. Gelukkig. Ja, ik zie ook gewoon dat je hier zo baby, ja, hè? Dat krijg je dan, jongens. Ja, dat hoort erbij. Dus het viel me nog mee, hoor. Maar er was echt één week bij. Ik heb gelukkig een week gehad, maar toen dacht ik echt wel eens... Oh, dan had ik echt een pluk haar in mijn handen. Het is op zich heel normaal, hoor. Maar dan heb je wel even zoiets van... Weet je wel? Dan gaat je volle bos. Ja, maar dat komt goed. En we gaan het ook weer gewoon zorgen. Kijk, hier zo zie ik die kleine. Dus dan gaan we dat uiteindelijk natuurlijk bijgroeien. En dan knippen we dat ook weer mooi in. Nou, Wil ze lekker in de folies en we hebben dus gewoon Surinamers besteld en laten komen. Ik bedoel, dit is toch echt wel het leven, of niet? Amsterdams leven zou echt zo geschikt voor mij. Amsterdam. Nasi. Hierin bedoel je? En van hier een Rotirol en volgens mij zoiets met tempeh. Eten. Als Willemijn bijna stil is, bijna, dan weet je in ieder geval dat het eten... Nou, ik ben net lekker gewassen. Ik viel net niet in slaap. Een van mijn favoriete hobby uitoefenen. Oh, moet iets wel doen. Moment. Huh? Oh, ja. Heel satisfying dit moment. Zo, weg met dat vieze haar. Hoppakee. Haar. Willemijn wordt geknipt. Ik ga even kijken hoe dat gaat. Dat is altijd zeer satisfying. Dat is echt lang, man. Ja, heel lang. Ik vind het prima dat een knipje afgaat. Zo, dat gaat best een knipje af. Maar dan nog heb je echt heel lang haar. Wel bizar hoe snel dat gegroeid is, hè? Ja. Ik ben geveind. Supermooi. Ik snap gewoon sowieso al niet zo hoe je altijd mijn haar met zoveel body kan feunen. Bij mij is het altijd gewoon... Het is alleen nog maar gedroogd, hè? Want je echt met een borstel gedroogd. Nee, maar... En wat ik heb gedaan... is ik heb bij jou een die sea salt spray. Ja, sea salt spray. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja. En die zorgt voor iets meer stevigheid en stugheid, waardoor ik gewoon wat meer volume doe. Ja. En wat ik ook doe is als ik feun, hou ik je haar omhoog en dan zorg ik dat je dit omhoog blaast. Ja. Waardoor je zo wat meer die volume krijgt. Ja. Dat maakt echt wel uit. Ja. Die sea salt spray dan in nat haar voordat je begint. Ja. Voor het begin sinds te trainen. Ik doe echt een passeetje voor training. Dus ik spuit hem zo. Dan verdeel ik hem weer opnieuw. En dan doe je hem laag voor laag erin. Hier zo en hier zo. En dan pak ik de volgende passé weer. Maar bij jou is het ook gewoon, als jij het feunt, altijd gelijk droog. Ik hou altijd toch nog licht vochtig haar. Ja, dan moet ik waarschijnlijk nog langer doorfeunen. Ja, je hebt echt haar te wassen. Het had gewoon echt serieus op één plek, echt een heel vet. En ik zei, wat heb je daar nou? Oh, ik ben vergeten mee te nemen tijdens het wassen. Dan dacht ik, oh, knap gewoon. Haastig gesproken, zelf goed. De vorige keer dat we bij Sue waren, had ze een hele mooie twist bij mij gemaakt. En nu gaat ze weer iets met mijn haar doen. Dat vind ik echt zo leuk. Eerst wat anders dan krullen. Want die vind ik ook altijd wel heel mooi. Maar dit is ook gewoon, hier krijg je inspiratie van. Wat je zelf met je haar doet. Hoe snel ze dat ze dit ook doet, hè? Ja.
tondeuze time. Tenminste, zometeen. Ik hou van de tondeuze. Het is mijn beste vriend. Ik ga jullie even neerzetten. Van hier, hè? Ja. En eigenlijk doe je nooit echt nergens anders. Saai. Nee, helemaal niet. Ik heb ook gewoon het midden en heel zo'n stuk. Ja, hij valt op mijn dag midden en hij valt altijd net een centimeter naar die kant. Ja. Tijd weer voor Soes Magic Tondeuze. Tondeuze time. Ook vind mijn koep zo leuk, jongens. Ben je nou meer op jezelf aan het inzoomen? Ja. Oh, lekkere lokjes heb ik hier af, zeg. Heerlijk. Gaan we dit keer niet te veel afhalen? Een puntje. Volgende keer ga ik weer echt all out met kleur, hebben Sue en ik besloten. He, dan gaan we weer een beetje voor het roze en het persik en zo. Maar nu vanwege de covershoot van het boek, echt, het haar van Maar vanwege de covershoot van ons boek is het gewoon handig als ik iets meer neutraler nu blijf. Maar ik zei wel tegen Sue van doe de voorkant maar een stuk korter. Want ik heb zo'n hekel aan hele lange lokken bij mij, want dan wordt mijn gezicht gewoon heel snel lijzig. Dus dan gaat ze nu even wat meer in nonchalant. Knippen, zeg maar. Even een klein stukje korter aan de voorkant. Ja, ik heb het wel lekker. Dus dan wordt hier hard gewerkt, zoals je ziet. We zijn weer klaar. Ik vind het zo leuk. Het is mooi geworden. Dus dit is een beetje hoe het bij elkaar past. Ja. Bruin en blond komt wel goed naar voren in dit geval. Every blondie needs a brownie. Oh, het is weer zo mooi geworden. Ja, dankjewel. Het was weer super leuk. En ik vind mijn klontje zo leuk. En nu moet je nog zelf kunnen reproduceren. Ja, never gonna happen. Ik ga gewoon elke week naar Zoom toe. Ja, gezellig. Ik zou het best leuk vinden. Dan moet je maar komen verhuizen hoor. Want, ga ik gewoon lekker naar... Jij moet naar Groningen komen. Ja, ja, gezellig. Zoom komt naar Groningen. Of wij naar Amsterdam. Dan heb ik wel een beter plan in Zoom. Oké, zijn jullie vakantiehuisje? Was dat ja. Plan? Ja, ooit als we heel veel geld verdienen, dan doen we een tweede huis hier. Pand aan de grachten hier. Dat is zo. Gaat gebeuren, punt. Ja, inderdaad. En dan moet je wel echt niet geloven, als je dat zegt. We zitten hier weer lekker te geinen. Dankjewel voor het kijken naar de boekvlog. En dan tot de volgende keer. Doei!